Jacques Monos, Vlaardingen, de woningbouw, actieplan wonen. Wat is je idee van Vlaardingen en de corporaties? Ja, goede indruk. Corporaties die doen wat ze moeten doen. Echt bouwen voor lage en voor de middeninkomens. Ook hun sociale taak oppakken. Dus ik heb er een goede indruk van. Ja, ja. Nee, want omdat er is nogal veel reuring over de woningbouwcorporaties. Moeten 2 miljard bijdragen aan het regeerakkoord, al dat soort zaken. In de publieke discussie speelt er toch wel een beetje van dat het een beetje geld bij zich houdt. Dat idee heb je niet in Vlaardingen. Nou goed, de corporatiedirecteur heeft gezegd, het is eigenlijk net iets te veel voor ons. We zouden het kunnen opbrengen, maar het gaat wel ten koste van onze investeringen. Dat willen we natuurlijk liever niet vanuit het Rijk, want de berekeningen waren zo dat er geld over zou blijven voor investeringen. We gaan het nu opnieuw berekenen. Het is gisteren ook uitgekomen, heb ik ook naar buiten gebracht. Dus ook die verhalen hier uit Vlaardingen neem ik daarin mee. Want het moet wel zo zijn dat corporaties moeten kunnen blijven investeren. Want het is een van de grootste partijen en de laatste partijen die nog investeren in de bouwmarkt. Ander thema was huren. Ik heb je een paar keer horen zeggen van, ik zou maar veel meer gaan huren in plaats van kopen. Dat is een trendbreuk met wat we de afgelopen jaren gehoord hebben. Ja. Is dat voor de komende jaren of alleen maar in de crisis, als straks de economie aantrekt? Ik denk dat voor een hele grote groep gaat gelden. Het kopen wordt gewoon moeilijker. Het kopen wordt ook minder aantrekkelijk. Hè. Vroeger kon je lekker winst maken. Kocht je een huis, wist je zeker dat je winst ging maken. Die tijd is voorbij. Je kan niet meer zoveel fiscaal aftrekken van je huis. Dus mensen gaan ook kijken, ja, het is wel leuk zo'n huis. Maar als ik hem wil verkopen, raak ik hem misschien niet kwijt. En een huurhuis, 1 maand opzegtermijn en ik ben weg. Dus ik denk dat veel meer mensen gewoon heel pragmatisch gaan kijken van wat is voor mij het beste. En dat idee van als ik maar een koophuis heb, dan ben ik de bink. Dat is echt wel, dat is echt verleden tijd volgens mij. Oké, nou leuk dat je in Vlaardingen was, dankjewel. Graag gedaan, tot ziens.